Johan, we zijn verhuisd naar het Bolwerk. Altijd een mooi plekje in Middelburg. Maar we zijn ook nog op een specifiek plekje. We zitten, net hoe je ervoor staat, rechts van het gasthuis. We zijn hier niet voor niks, want de vijfde brief van vandaag heeft daar een relatie met een herberg die ooit heeft gelegen aan de overkant. Ja, en die brief die was gericht aan de oude visserij. En de oude visserij, dat is waarschijnlijk een soort vergunning voor een palingvisserij. Er is nog één huis in Middelburg wat ook de oude visserij heet. Deze brief die was echt gericht aan de Noordpoort en de oude visserij tot Middelburg. Dus dat kan eigenlijk niet anders dan hier in de omgeving zijn. En we moeten ongetwijfeld, hadden we hier in 1780 gestaan, nu op de herberg hebben uitgekeken. Deze brief is geschreven in Rio de Merari door Pieter Talleboom. En het is heel bijzonder, want hij richt zijn brief aan zijn slaabaas en slaabazin. En dat waren Jozef Jansen en zijn vrouw. En die bestierden dus deze herberg. Ik noem het herberg, maar het is waarschijnlijk eigenlijk gewoon een bordeel. En dit is dus een hele vriendschappelijke brief. En hij komt, deze Pieter Talleboom, met een wel heel bijzondere verzoek aan zijn zeer waarde en zeer geachte slaapbaas en slaapvrouw. Want hij zegt hier: ik verzoek zeer vriendelijk als dat gij of uw vrouw een jonge meid zult opzoeken tegen dat ik thuis kom. Want ik kan mijn maagdom niet langer bewaren, want hij wordt mij zo zwaar dat ik het niet kan zeggen. Hij wil gewoon van zijn maagdelijkheid af, die man. Precies, maar hij verwacht dus ook dat gewoon daar geregeld kan worden in deze herberg. Ja. Maar hij heeft daar nog wel een paar eisen bij. Maar gij moet wel toezien dat zij niet stinkend of vuil is, want daar slaapt de duivel bij. Dus ze moet geen geslachtsziekte hebben. Maar als gij daar een vent, de schoon en helder is, dan wil ik haar wel in haar lichaam kruipen. Of als het zo diep als ik komen kan, dan zal mijn knecht zijn best wel willen doen. Dus in haar lichaam kruipen? Met zijn knecht. Met zijn knecht, hè? Dat kan er maar één zijn. Kom maar binnen met je knecht. Ja, nou oké, okay, dat is, maar nou, dit klinkt redelijk vulgair. Was dit ook gewoon taalgebruik in die tijd? Ik kan niet uitsluiten dat dit onder pubers een normaal taalgebruik is. Maar dat lijkt me op zich wel. Alleen dit, een brief met een dergelijke inhoud ben ik nog niet eerder tegengekomen. Nee. Verstrekkend was, want hier blijft het eigenlijk nog niet bij. Hij gaat nog verder met alle beschuldigingen die aan zijn adres zijn gekomen en hoe hij daarmee omgaat. Ik hoop als dat gij en uw vrouw mijn getrouwe wegheid hard zal komen te zijn, schoon als dat daar wel mensen zijn die mij wel naar de duivel wensen, omdat zij zien dat ik nog een broek heb om aan mijn kloten te trekken. Het is zeldzaam taalgebruik natuurlijk, alleen het leuke is dat hij een paar spreekwoorden ook gebruikt die we nu eigenlijk nog kennen. Dan heeft hij het opnieuw over mensen die hem van alles en nog wat beschuldigen. En dan zegt hij: ik bescheid al zulke mensen. Maar het was beter als dat zulke mensen wat beter op haarzelf zouden passen dan dat zou zij met geen van noden hebben. Die haar uit de nood helpt, maar het is zoals het spreekwoord is: gij wordt nooit van geen koetswagen overreden, maar wel van een strontkar. Ja, dat is ook wel een mooie. Die ken ik nog niet. Nou, dat is wel een bijzonder baasje, deze meneer. Hoe heet die nou, zei je? Pieter Talleboom. Talleboom. En helaas ook in de vergetelheid verdwenen. Ja, maar die Talleboom vraagt me wel. Het eerste wat ik me afvraag, dat hij dan hier eigenlijk een soort dame bestelt op een hele bijzondere manier. Maar als je dan ver vaart, dan zou je toch denken van ja, als je nou je maagdelijkheid kwijt wil, dat kan dan toch ook wel ergens in een ander werelddeel. Maar dat was blijkbaar dan nog niet zo eenvoudig of zo, of? Valt toch zeker niet uit te sluiten. Maar je moet ook bedenken dat dat wellicht een behoorlijke mannensamenleving is geweest. Dus niet alleen aan boord, maar ook op het moment dat hij in die kolonie Rio de Merari aankwam. Dat was een fort. Er zaten waarschijnlijk alleen mannen. Dus het zou zomaar kunnen dat hij inderdaad heel die lange tijd geen vrouw heeft gezien. Dus ja, die kwamen. Ze dan eenmaal toch aan wal zijn gegaan, kan ik me toch ook wel voorstellen dat er inlandse bevolking daar is geweest. Maar dan kijk ik toch nog eens goed naar het plekje. Er staan nu natuurlijk wat minder fraai. Ze zijn best mooi, maar die flatgebouwen. Maar ik ga dan toch eens kijken, staren naar die foto van de enige herberg die ik nog weet. En dan denk ik nog even aan deze floepert. Dankjewel voor je toelichting.